Omdat de Universiteit Leiden 447 kaarsjes uit mocht blazen, was Museum de Lakau gratis te bezoeken. Het is niet de eerste keer. Tijdens het Leidense Ontzet gebeurt dit sinds de oprichting traditiegetrouw ook. Dit jaar had D66 het initiatief, omdat er wat extra gelden waren bij de gemeente, om dat uit te breiden met twee nieuwe dagen. En dat is de verjaardag van de universiteit, vandaag op 8 februari geworden. En op 15 juli de verjaardag van Rembrandt. Dus eigenlijk vieren we vandaag met iedereen die wil langskomen de verjaardag van de universiteit. Museum de Lakau en de universiteit hebben een lange geschiedenis samen. In de 18e en 19e eeuw groeide de universiteitsverzameling van kunst zo aanzienlijk dat in 1874 Leiden een eigen stadsmuseum kreeg. Hiervoor werd de 17e eeuwse Lakenhallen gebruikt. De collectie van de universiteit vormde de basis van het museum zoals we het nu kennen. Dinsdag was er ook een rondleider om hier meer over te vertellen. De Lakenhal is in beeld gekomen in combinatie met de universiteit eigenlijk. Na de verbouwing en uitbreiding en dat we open gingen in 2019, toen is deze kamer, de universiteitskamer, ingericht. En die gaat echt over de eerste 100 jaar van de universiteit. Ik vertel dan echt even het belang van die universiteit, van die eerste 100 jaar. Hoe het werd in die tijd al het wonder van Europa genoemd. Dus ik leg echt uit hoe bijzonder het is dat eigenlijk een land wat in oorlog is met Spanje, in no time een universiteit, in een paar maanden tijd, hè, een universiteit weet op te richten. En dan ook nog eens studenten uit heel Europa trekt. Volgens de directeur van de Lakenhal is het belang van deze dagen groot. Hierdoor wordt het museum namelijk toegankelijk voor iedereen. Ja, dat is echt wel heel belangrijk. En we merken het ook, want er zijn vandaag echt veel extra bezoekers voor de dinsdag. En mensen vinden het gewoon heel leuk om, ja, misschien ook wel vanwege een specifieke gelegenheid en dan ook nog de kans te krijgen omdat het gratis is om dan in het museum langs te komen en wat meer te horen ook over die universiteiten en de geschiedenis en het belang van die universiteit voor de stad.